Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alfa Audio. Vandaag eindelijk de afronding van de HT-PC, of ja, de ultieme audio PC. Het is maar hoe je het bekijkt. Um, we hebben in deel 1 de hardware doorgenomen. In deel 2 zijn we ingegaan op de filterkaarten, waaronder deze USB-kaart, de PC Express filter, het SATA filter. En we hebben eigenlijk nog ook een RAM module en uh, even kijken. Uh, oh ja, een ventilatorfiltertje. Nou, die hebben we niet getest, want er zitten hier geen ventilators in en het RAM is DDR4. Vandaag gaan we in op de softwarekant en dat is eigenlijk de meest uitgebreide kant, hebben we gemerkt, want er zijn zo ongelooflijk veel softwarepakketten om te testen. Ja, we hebben niet alles kunnen testen. Er waren verzoekjes voor Windows 2012, sorry, uh, Windows Server 2012 R2. Ja, wij hebben geen Windows Server uh, liggen die licenties zijn ongelooflijk duur, dat kunnen we niet testen. Um, JRiver hebben we niet meegenomen in dit geheel, we hebben wel Kodi gepakt, Dafil hebben we getest, we hebben Fubar getest en we hebben een optimizer programma'tje uh, met de naam Vitalizer eens bekeken. We hebben een pro-licentie uh, gekregen van, uh, van Vitalizer zelf zodat we echt alle features kunnen doornemen. En wat blijkt, het is een mega verschil wat die optimizer maakt, hartstikke gaaf. We lopen even heel kort er doorheen, wat er ook alweer in de behuizing zit. De behuizing is een Stricom FC10 Alpha. Daar zitten twee SSD's in, eentje met het OS, in dit geval Windows 10 Pro met Kodi en Foobar en uh, Vitalizer hebben, hebben. Firelizer. <laughs> daar viel hebben we gewoon op een USB-stickje kunnen booten En die neemt vervolgens alle muziek die op deze tweede SSD zit. Een uh, OCZ met 480 gig opslag. Toppie. En er zit ook het SATA-filtertje aan. We hebben gemerkt dat het SATA-filtertje niet superveel doet. Maar misschien dat het bij een gewone harde schijf wel werkt. Um, dus twee SSD's. Uh, eentje met het OS, de tweede met uh, de muziek. Dan hebben we een USB-filterkaart en een uh, PCI Express-filterkaart van L Fidelity. En daar zit alles op een moederbord van uh, Gigabyte. En daarin zit een Cori 3 6310 uit mijn hoofd. Nou, 2 keer 4 gig uh, DDR4 van Kingston. En er zit nog een optische drive in. Maar ja, goed, we hebben het ding nog nooit gebruikt. Dus ik zou hem lekker weglaten als hij toch geen cd'tjes gaat rippen. We hebben een paar configuraties getest. FooBar en Kodi draaien op Windows 10, Windows 10 Pro om precies te zijn. En Windows 10 Pro wordt geoptimaliseerd door Vitalizer. Die hebben we gezet op extremist, dus dan zet hij eigenlijk alles op de achtergrond uit wat niet nodig is. En hij optimaliseert ook alle prioriteiten op de achtergrond, zodat de audio het beste klinkt. Je hebt ook nog twee andere modi workstation en audiofile. Wij hebben gewoon voor de full throttle aanpak gekozen, extremist. Foobar klinkt wel degelijk beter met alle tips en trucs ook vanuit Faderize, zoals de buffergrootte, de, de bitgrootte die je moet instellen. Je moet de WASAPI plugin instellen. Nou, dat waren geen nieuwe dingen voor ons, maar de combinatie van Faderize met Foobar was wel degelijk een heel stuk mooier dan Foobar alleen. En dat is ook logisch te verklaren, want er wordt van alles geoptimaliseerd zodat audio uh, het beste klinkt. Toch vonden we Kodi op de achtergrond, of uh, toch vonden we Kodi nog steeds beter klinken. En waar dat nou in zit, ja dat is lastig te zeggen eigenlijk, maar het klinkt gewoon ietsje warmer. Het heeft iets meer body en het is nog iets meer 3D. Nogmaals, wij weten niet precies waar het hem in zit. Misschien omdat wij Kodi op onze manier instellen, dus WASAPI output. Uh, best uh, optimized audio engine. Dus dan pakt hij gewoon uh, de, de bitgrootte en sampling rate aan het begin en dan houdt hij vast en uh, dat, dat verandert niet totdat de bit. Reed, de, ja, hij, hij speelt gewoon altijd bit perfect. Daar komt het op neer. En. Ja, misschien dat Kodi gewoon iets minder aan de processor trekt. We weten het niet precies, maar we hebben gewoon in onze notities gekeken. En keer op keer bleek dat Kodi iets meer 3D speelt, iets minder korrel heeft dan Full bar. Nou, daar valt misschien nog wat meer nodig aan te tweaken. Dan Dafil. Dafil is eigenlijk een, een offspring van uh, Squeezebox. En Squeezebox heeft natuurlijk een hele goede naam in de markt, veel support voor. Uh, voor ja, heel veel. Uh, community effort gegaan in allerlei variaties op Squeezebox server. En daar viel is er eentje van. Het is een headless software systeem. Oftewel, je doet een USB-stick in je PC. Die maakt Davil eigenlijk bootable. En alles draait vanaf het USB-stickje. En je hebt ook geen monitor meer nodig. Je kan gewoon inloggen op de webinterface. En vanuit de webinterface kan je je hele PC gaan inregelen viel klinkt ontzettend goed en het is redelijk eenvoudig te installeren. Je hebt wel een paar dingen uh, nodig. Ja, je hebt bijvoorbeeld geen monitor en geen toetsenbord en dingen nodig. Dus je regelt alles vanuit de webinterface en wat we hebben gemerkt, het toevoegen van een library is even een beetje onlogisch, zo af en toe. Ja, we vonden het niet super intuïtief werken. Je krijgt ook geen setup of geen wizard om uh, DAVIL draaiend te krijgen. Dus die drempel kan wat hoger liggen. Feit is, het is een softwarepakket wat heel goed klinkt. Het is alleen iets cooler en iets meer gericht op detail dan Windows met Kodi. Windows met Kodi is wat warmer, is iets gemoedelijker en DAVIL gaat meer richting het analytisch. Het klonk wel ontzettend schoon was helemaal geen korrel en uh, de, de, de imaging klopt. Het geeft ook een soort van rust in de weergave. Maar soms neigt het iets meer richting analytisch. En wees er wel van bewust: deze verschillen zijn klein. Dus het is niet zo dat Dafio cool klinkt en Kodi uh, met Windows warm. Die verschillen, het, het is veel genuanceerder, er zit ook een grote overlap in. Het is gewoon wat wij hebben gemerkt. Het is een tweak. Um, dus het is maar wat je fijn vindt. Feit is wel. De is gratis. En Windows, met Kodi heb je toch een Windows-licentie nodig. En je hebt Vitalizer nodig. Dus al met alles zijn de kosten een stuk hoger. Maar Kodi speelt ook video. En Vitalizer optimaliseert Windows. Dus afhankelijk van de software die je erop zet, klinkt het altijd beter met dat pakket. Dus dat is wel het leuke van uh, een Windows-machine met Vitalizer erop. Want je, ben, je hebt in één keer veel meer mogelijkheden. Wil je. Puur muziek en absoluut geen video of wat dan ook zouden wij voor de gaan. Wil je meer met je PC doen? Wil je ook videootjes kunnen afspelen zo dus af en toe? Dan is Windows met FireLarger en een softwarepakket naar keuze absoluut de moeite waard om te overwegen. Dan, waar staat dit ding in de markt ten opzichte van dedicated spelers? Dat is heel lastig. Wij spelen tijden al met een M50 en. We moeten zeggen, de M50 is nog steeds mooier. Het heeft iets meer autoriteit, het heeft iets meer punch en het is nog iets meer 3D. Dit komt wel heel erg in de buurt. Dus uh, ik zou zeggen hardwarefabrikanten opgelet. Deze markt is naar ons idee nog steeds niet dood. Het loont nog steeds de moeite om lekker zelf te sleutelen. En uh, ja, je kan door tegen de 1500 euro een waanzinnig goede machine neerzetten. Moet je wel weten wat je doet. Maar volg onze workshops, bouw hem na en wees verrast. We danken u weer hartelijk voor het kijken. Tot de volgende keer.